Barst, zo heet de bruisende komedie waaraan de cast van toneelvereniging Soufflé in Veghel de laatste hand legt. Een stuk dat gaat over een samengesteld gezin. Het gaat eigenlijk over Tineke die haar gezin runt, maar daarbij niet alleen haar gezin, maar alles eromheen ook moet regelen, moet doen en het daar best wel heel erg moeilijk mee heeft. Ze is getrouwd, heeft twee stiefdochters die allebei hun eigen willetje hebben. Dan krijgt ze ook nog haar moeder die... Het 's nachts niet alleen heel erg druk heeft met slapen, zal ik het daar maar even ophouden. Dan krijgt ze een schoonzus op bezoek die niet helemaal welkom is. Dan krijgt ze haar broer ook nog op visite die denkt, oh, ik ga even naar mijn zus toe om daar gewoon eigenlijk te komen logeren, wonen. Maar hij komt niet alleen. Hij brengt drie zwangere vriendinnen mee met alles erop en eraan. Kortom, heel hilarisch. Daar hoop ik wel. Tenminste, wij hebben er heel veel lol mee gehad. En toen ik het stuk heb uitgekozen, had ik al meteen, dit moet hem worden. De inbreng van de regisseuse is volgens Hanneke dan ook wel te merken. Best veel. Ik heb een aantal aanpassingen eraan gedaan en samen met onze mensen er een eigen stuk van gemaakt. Voor de hoofdrol tekent Lotte van den Berg. Ze is er blij mee. Ik had wel voor gekozen om een keer een wat grotere rol te spelen. Ik zit er niet zo heel lang bij Soufflé, dit is mijn vierde toneelstuk. Maar dat die zo groot zou worden, dat had ik niet gedacht. Maar het is wel een uitdaging, maar wel een spannende uitdaging. Waar zit hem de uitdaging in? Nou, vooral in het vele tekst en veel op het podium zijn. En je hebt heel veel gesprekken met anderen. En de ene keer lijkt het gesprek heel veel op het gesprek wat een paar zijdes verder zit. En om dan niet in de wacht te raken met je tekst. Veel switchen? Veel switchen en veel tegenspelers. En, maar wel op een hele leuke manier. Oh. Is het lekker, Louis, liefste? Oh, heerlijk gaat het worden. Ja. Waarom moeten de mensen komen kijken? Nou ja, als je zin hebt in een avondje lachen en zin hebt in de sores van een ander, dan zou ik zeggen, kom hier zitten en genieten van de problemen die in ieder gezin er misschien wel zijn, maar hier wel extra uitvergroot. Herkenbaar voor de mensen? Ik hoop niet alles, maar vast wel wat dingetjes. Ja, ja, ja.